Je moet ook niet meer willen dan je kunt. Ik ben een van de weinigen geweest, misschien wel de eerste in die tijd, in de 60e jaren, die het realisme weer ten volle oppakte. We hadden Evert Mus als schilderleraar. En die had een, ja, een soort gematigd impressionisme. Dat was zijn manier van werken. En dat, ja, dat kwam ook over op de leerlingen. En, maar hij besprak de dingen ook heel goed. Hè? Hij was nogal Frans georiënteerd. En hij had het bijvoorbeeld over kleur in de schaduw. En toon in een schilderij. Uitgedrukt in kleur en atmosfeer. Ja, dat zijn van die gesprekken die je daarvoor die je ook verder helpen. Kijk, een goede leraar die hoeft niet alles voor te doen. Je moet vooral goed luisteren. En ja, en kijk, wat je zelf op een bepaald moment kunt, dat moet je toch zelf ontwikkelen. He? Maar je moet altijd goed om je heen kijken. Hoe ziet mijn werk eruit? Wat voor niveau heeft het inmiddels? En nou ja, ik heb toch een aantal jaren nodig gehad om op niveau te komen. En ik zeg zelf wel eens dat het vanaf 1976 zijn er schilderijen ontstaan die ik nog steeds goed kan vinden. Ja, maar het heeft... Voor die tijd niet? Voor die tijd ook wel, maar meer incidenteel. Het deed zich wel voor. Maar dan was er ook zomaar weer iets waarvan ik dacht, nou ja, achteraf gezien, nou ja, goede poging, maar niet voldoende volwassenheid in de manier van uitdrukking in verf. Henk is natuurlijk binnen de fijnschilderkunst, ja, echt een fenomeen. Je hoeft hem te zien als mens, maar ook zijn werken en... Ja, dat is bijna een eenheid in die zin. Ik vind het altijd bijzonder wanneer je, laten we zeggen, 25 stillevens op rij zet, die allemaal goed geschilderd zijn, dan pik je op afstand een helmmantel er meteen uit. Daar zit iets in. Die man heeft zo duidelijk zijn eigen handschrift in het werk. Dat maakt hem gewoon echt heel bijzonder. En ja, de kwaliteit die eigenlijk in elk schilderij zit, maakt ook dat Henk Helmmantel, ja, dat is gewoon een fenomeen. Licht, ja, achter je komt uit het noorden. Ja. Waarom is dat? De regen ook trouwens, volgens mij. Ja. nou, een atelierschilder die zal over het algemeen graag willen dat het atelier op het noorden ligt, omdat het zulk stabiel licht is. Je hebt daar geen zoninvloed. Hè? En dat geeft, vooral als je stillevensschilder bent. Maar ook portretschilder bijvoorbeeld. Je laat mensen poseren, dan is het licht heel stabiel. En de situatie hier is zodanig dat het ook een beetje gefilterd wordt door het geboomte wat rond het huis staat. Het is in de zomertijd is het net even een beetje te sterk soms. Want de bomen groeien door, hè. Dus ik moet oppassen dat ik wel een gat haal naar de lucht toe. Dat het licht ook echt wel goed binnenkomt. Maar... ik heb een heel mooi geconcentreerd licht op de echte stillevens die ik opstel. En dat kan ik voluit gebruiken in mijn werk. Isabella Werkhoven uit de stad Groningen
kan niet alleen prachtig schilderen, ze kan er ook goed over schrijven. Dat deed ze voor het Dagblad van het Noorden. Onder meer over Henk Helmantel. Ik heb haar stukjes eigenlijk altijd gelezen. En zij schreef goed, kritisch, inhoudelijk ook. Ja, prima. En ze was ook wel wat kritisch naar mij toe, had ik zo het idee. Nou, toen heeft ze eens een bezoek gebracht hier. Met, ik geloof dat Rein Pol bij haar was. Die kende haar beter als ik. En ze hebben de tentoonstelling gezien. En toen heeft ze een artikel geschreven met als kop: vroeg of laat bezwijk je voor Helmantel. Daarmee werd eigenlijk uitgedrukt: ja, ik kan wel allerlei dingen in stelling brengen tegen Helmantel. Maar het werk is zo overtuigend. Dat lukt mij niet om dat vol te houden. Dat wil niet zeggen dat ik helemaal voldeed aan haar smaak misschien. Of dat ik ineens een ster was in haar ogen. Nee, maar dat werk van mij, dat had een zodanige uitstraling. Je komt er niet omheen. Nee, zo was het niet helemaal. Ik merkte dat iedereen zo kritisch altijd op Helmantel was. Hij werd nooit voor vol aangezien door... En dat vond ik op een gegeven moment zo irritant worden, dat ik dacht, nou, nu moet er even een statement worden gemaakt. Dan moet ik eens een keer... Ik ga proberen daarmee af te rekenen. En altijd zaten mensen dan te zeggen, ja, maar die 17e eeuwse dingetje. Ja, je kan iets ook gewoon op zichzelf beoordelen. Die man die is... Die is ontzettend ver gekomen met... dat is niet voor niks. Dat kun je niet negeren dan. En je kan dan ook kijken van wat is er... Waarom wordt daar niet meer gewoon... Er werd helemaal niet meer echt naar gekeken. Snap je? Dus dat wilde ik gewoon doen. Ik geloof dat hij me zelfs nog een brief heeft geschreven. Dit is de eerste keer dat ik gewoon een serieuze recensie krijg over mijn werk. Het oeuvre wat er tot dusver is ontstaan, dat mag er zijn. En als ik nu plotseling zou moeten stoppen, door wat voor omstandigheden dan ook, dan kan ik terugkijken op een volwaardige collectie met de mogelijkheden die ik had als schilder. Ik kan niet alles. Ik ben bijvoorbeeld niet zo'n hele goede portretist, of misschien ook niet zo'n goede landschapsschilder. Maar in het kader van het stilleven en het interieur van kerken en kloosters heb ik toch wel kunnen doen waartoe ik in staat was en waar mijn talent ook toe reikte. Hè? Want een talent is niet onbeperkt altijd. En dus je moet ook niet meer willen dan je kunt. Dat is ook een kunst op zich, denk ik. Dus ook daarin keuzes maken. Nou, daar heb ik mee kunnen leven. En ik ben ambitieus geweest. Ik heb prachtige tentoonstellingen gehad in mijn leven. Mooie boeken zijn er verschenen. We hebben dit huis kunnen bouwen. En de omstandigheden waren eigenlijk optimaal om mijn talent tot wasdom te laten komen. De schepper zou zeggen, hij heeft goed gewoekerd met zijn talenten. Ik heb mijn talenten niet in de grond gestopt. Als je nou nog meer video's wil zien van RTV Noord, dan kun je je abonneren. Dat is hier. Maar als je denkt, ik wil gelijk door naar de video's, kan ook.
Dan ken je de Honderd Touw. Hoi.